Nou, die Roemenen, die wisten het vroeger wel in Nijmegen, hoe ze moesten strijden. Die kleunden er wel op, die waren niet zo bang als bij ons die beulers. En waarom denk je dat die zijkleppen erop zaten? Vroeger nulden die vrouwen als ze vulden, hoorden ze de helft niet. Weer trekken wij ten strijden, voor rood, groen en zwart. Welkom bij aflevering 15 van Hensje. Wie het weet mag het zeggen. Commandant toch nog goed? Mario Been zei het toen ook. En toen kwam het goed. Laten we de hoop alsjeblieft nog niet opgeven. Ik vind NEC net als de tandarts. Je durft niet, maar je moet er wel in. Terugblik. Er loopt bij ons toch zo'n 100 jaar ervaring in het voetbal. En toch werden we weer afgedroogd door die snotneuzen van 0-20. Vooral in de tweede helft. De sproeiers op het veld gingen aan en de neus begon het afdrogen. Bij sommige speulers zat na afloop de shampoo nog in de haren. Alsof je aan een dood paard loopt te trekken. Je kreeg ze niet vooruit. Favoriete speulers. Hadden we die maar. Ik zag ze niet. Jullie wel soms. Tegenstander Sparta Rotterdam. Die stond wel bovenaan. Als je deze pot een keer zou winnen, dan maak je een goede beurt. Jullie kunnen in ieder geval uitslapen. Er is geen excuus dat je vroeg je nest doen moet. We beginnen pas om 4:45. Dus jullie weten wat je te doen staat. Zodat de bundel van Jules Deelder, de nachtburgemeester, tot zijn recht komt. Ik lees even een stukje voor uit de bundel van Jules. Zwart. Zwart. Pikzwart. Reten zwart, zo zwart als roet, scheert me in een pannetje, scheert me in mijn hoed. Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, trein gaat niet verder. Einde van het gedicht. Voorspelling. Speulers, laat Jack niet in de steek, hè. Kleun erop, hè. En zorg dat het publiek erachter komt. Dat we met 3-1 winnen. Dan is het alles weer vergeven en vergeten. Ik ben een keer in de auto aangehouden in 0-20. Door een agent. Ik zei tegen hem, ik ben Bob. Ik was zo zelf dat ik mijn eigen naam niet meer wist. Nou, hou je, hè. Weer trekken wij ten strijde. SP, AR, TA.